Hallo allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van Sparkles of Makeup. Ik heb vandaag voor jullie een winactie, want ik heb onlangs de 100 YouTube abonnees behaald. Dus dat wil ik graag met jullie vieren. Ik heb enkele leuke dingen gekocht en verzameld voor jullie. En ja, er wordt één gelukkige winnaar natuurlijk uitgekozen. Ik ga eerst even met jullie overlopen wat jullie allemaal precies kunnen winnen. Want het is toch wel een vrij grote hoop, vind ik zelf. Allereerst kunnen jullie deze leuke eend winnen. Dat is een spaarpot. Ik wou zeggen spaarvarken, maar het klopt helemaal niet. Een spaarpot. En ja, deze is echt wel super leuk. Ik heb hem zelf ook gehad. En ja, ik heb hem ook gewoon opnieuw gekocht. Ik vond hem zo leuk. En ja, ik wil hem dus aan een van jullie geven. Dus dat is het eerste. Dan van Kruidvat kunnen jullie kans maken op een staaltje van de Spa Secrets Treasures of Morocco, de Shower Cream. En dan ook nog een full versie van de Shower Foam van de Miracles of Bali collectie. Zoals coconut en frangipani, heel erg lekkere geur deze. Dan kunnen jullie ook nog een zeepje van Scapa Home winnen. En twee producten van Yves Rocher. Bij de zonneproducten, de ene, deze is een aftersun van Yves Rocher. En dit is dan een soort van olie, zonnespray olie met factor 30. Dus ook dit is heel erg leuk. Dan een product wat echt gezien wordt als het paradepaardje van dit merk. En ik heb het over Marie Stella Maris. Dat is de facial oil. Heel goede olie blijkt. Ja, dit is echt een pronkstuk uit de collectie. Dus ook deze is zeker en vast heel erg leuk om te winnen. En dan tot slot heb ik ook nog wat make-up productjes aan de winactie toegevoegd. Als eerste deze Mure lipstick in een berryachtige kleur. Ik heb deze zelf ook een andere kleur, maar ze zijn echt super super fijn in werking. Dus vandaar dat ik ook eentje voor jullie heb gekocht. Vervolgens nog een van de Essence lakjes en dat is de Gel Nail Polish in de kleur... in de kleur 40, Play With Mint. Dus dat is een mint-achtig kleurtje. Ook heel erg mooi. Een van mijn favoriete kleurtjes trouwens. Dan een heel goed product ook nog. Dat is van Catrice. De All Matte Plus. Dat is dus een matte poeder. Die dus eigenlijk je gezicht minder vettig, minder glanzend doet maken. Het is echt mat. En deze zou tot ongeveer 12 uur blijven zitten. Dus dat is ook heel goed. Deze heb ik zelf ook gehad. Ben ik echt heel heel erg content van. Dus vandaar dat ik ook deze hier graag wil instoppen. Dan heb ik ook nog van Mua een mooi oogschaduwpaletje met vrijwel neutrale kleuren. Het is het Heaven and Earth palet. En hier zitten even kijken. 12 mooie kleurtjes in. Mua heeft verschillende palettes van deze. En alle zijn ze stuk voor stuk heel erg goed. Ook qua kwaliteit, pigmentatie. Dus vandaar dat ik ook deze erin heb gestopt. En tot slot is er onlangs bij Essence een Bloggers Beauty Secret collectie ontstaan. En helaas was in de winkel het palet van Serena van de Beautyland niet meer verkrijgbaar. Dus heb ik deze gekocht, de Touch Up To Go van Diana van die Fashion. En deze ziet er zo uit, ook heel mooi. Het is echt een heel handig palet voor op reis. Je hebt een blush, je hebt oogschaduw, lipbalsem. Dus heel erg handig. En ook deze geef ik graag aan jullie weg. Natuurlijk, ja, het zijn maar beperkt aan wat producten, dus maar één iemand maakt kans op deze leuke productjes. En de winnaar wordt bekendgemaakt op 26 augustus. Ben je nu Belg of Nederlander, maakt niet uit. Beide landen kunnen deelnemen, dus dat is geen enkel probleem. Natuurlijk zijn er een aantal voorwaarden die je moet volgen om deel te nemen natuurlijk. Heel erg belangrijk, de eerste vereiste is eigenlijk dat je je abonneert op mijn YouTube kanaal en even een reactie onder deze video laten dat je meedoet. Verder kun je nog extra kansen krijgen en dat is simpelweg door de foto te delen op Facebook of op Instagram.
Die post die zie je wel verschijnen op mijn Instagram en Facebook, dus dat kan je makkelijk delen. En je mag me natuurlijk ook nog altijd volgen op Blogloving. Dus ja, je abonneren op mijn YouTube-kanaal en reageren is vereist. En dan Instagram, Facebook, Blogloving, dat is gewoon om extra kans te maken. Maar laat ook even zeker een reactie achter wat je nu precies gedaan hebt. Heb je gewoon je geabonneerd en gereageerd of heb je ook nog extra dingen gedaan? Laat het zeker even weten dat ik dat kan nagaan. Ook als je een andere naam hebt op Instagram of Facebook bijvoorbeeld, zet dan even onder welke naam je geliked of geabonneerd hebt. Dat is altijd heel handig. Dan kan ik dat lekker en makkelijk nagaan. Dus ik zou zeggen, heel veel succes. En ja, vrijdag 26 augustus weten jullie wie de gelukkige winnaar is. Ik ben met jullie mee. Heel veel succes. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Dag!